Bij een ongeluk op het viaduct van de Airborne-laan is een auto door de reling geschoten. De auto is op het taluut naast de John F. Kennedy-laan terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 11:15. Op het viaduct botsten twee auto's tegen elkaar. Een van de twee wagens botste daardoor tegen het hekwerk en schoot daar vervolgens doorheen. Een van de betrokken automobilisten is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld. Op dezelfde plek botsten al vaker auto's tegen de reling, maar alle keren bleef de auto daarbij wel op het viaduct hangen. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.